Ik praat nog even na met Loris Sijsens van de CD&V. Ja, meneer Sijsens, u zei in uw vraagstelling: de lancering van de website mijnrijbewijs.be heeft een zwakke start, een valse start gekend. Blijft u daarbij? Dat het een valse start was? Ik heb dat inderdaad zo gezegd tegen minister Weitz. U weet, ik wil nog even het kader schetsen. Misschien 1 juni 2017 hebben we de nieuwe theoretische rijexamen ingevoerd. Het gevolg was dat onmiddellijk daarna eigenlijk toch wel een serieuze daling was van slagingspercentage. Dus moest er ingegrepen worden? Van 50% naar 28%. Pas op, als CD&V zijn we wel bereid om in die denkpiste mee te gaan. En we vinden ook, een rijbewijs is niet zomaar een ticketje om snel plaats te nemen achter het stuur. Dat hebben wij u horen zeggen. Voilà. Maar goed, een zwakke start toch van die site? Want zo heeft u het genoemd, hè? Wel, ik heb vooral aan de minister willen vragen om daar toch nog eens een keer grondig doorheen te gaan. Ja. Laat mij duidelijk zijn, ik vind het een goed initiatief dat genomen wordt. En ik heb er ook in die zin mijn appreciatie voor. Ik vind dat het wat verder mag bekeken worden. In die zin dat een aantal vragen te simpel gesteld zijn. Ja, wat bedoelt u concreet? Want goed, de bedoeling is dat je wel een examen kan afleggen als je op die site bent geweest. Ja, en dan vind ik dat die leerstof toch ook goed mag gekend worden. Als ik daar bijvoorbeeld een vraag lees van waar hangt een veilige reisafstand vanaf? En daar staat een suggestie, mijn fysieke conditie. Ja, dat is natuurlijk een lachertje. Dus op dat vlak denk ik wel dat we misschien nog eens moeten kijken of dat een aantal vragen toch iets gewichtiger kunnen worden. En misschien ook een evaluatie achteraf. Want vandaag een beetje eindredactie op de site. Absoluut, doorvoeren. Ja. Nu, Federdrive, de federatie van erkende rijscholen, zegt in enkele media dat een aantal zaken op die site betrekking hebben op een verouderde wegcode. Moet dat dan ook niet herbekeken worden? Of dat effectief klopt om te beginnen wat daar beweerd wordt? Ja, dat heeft de minister vandaag gezegd dat dus niet klopt. Maar mijn vraag blijft alleszins, van kijk dat nog eens een keer allemaal goed na. Want natuurlijk, daar is niks zo goed of niks zo nefast als iemand een vals gevoel geven. Van kijk, ik heb mij voorbereid online en ik ga nu met de gerust hart naar het theoretisch rijexamen dat er dan fouten in staan. Ja, nu die erkende rijscholen, die hebben soms zelf zo'n site. Mm-hmm. Is dat nu geen gesubsidieerde concurrentie die hier wordt gecreëerd met die website van de Vlaamse overheid? Wel, ik vind er op zich niks mis mee, vermits verkeersveiligheid voor ons toch een heel belangrijk issue is, dat we daar ook mee de tools aanreiken om mensen voor te bereiden. Daar vind ik op zich helemaal niks mis mee. Dus dat debat is gevoerd, daar komen we niet meer op terug. Hmm. Alleen nog een beetje eindredactie op wat er op die site te zien is. Als heel belangrijk, ja. Bedankt in elk geval voor dit gesprek, meneer Sijsens. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Hier zijn in de loop van de namiddag nog een aantal andere vragen gesteld. Die kan u zaterdag bekijken vanaf 6 uur op deze zender. Dag. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.